Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video. Dit is de KV Oostende carrière-mode. We staan derdes in de vierde Engelse klasse. Dus is de grootste de Premier League. Ik zie een wedstrijd die ik zo meteen ook wil gaan spelen. Ja, ik weet, het is al een lange tijd sinds dat ik toch verder ging met deze carrière-mode. Hier ben ik dan eindelijk weer. Dit is mijn KVO Oostende carrière-mode. Nou, wij mogen beginnen. Dit is ook denk ik de eerste video dat ik opneem met mijn nieuwe microfoon. En ja, normaal ben ik gewoon om mijn headset microfoon op te nemen. Maar nu is het een andere soort microfoon. En ja, hopelijk sta ik er ook niet te ver van. Kunnen jullie mij nog goed horen maken. En dan moet ik meteen missen. Oh, tussenkomst. En wel weer bijhouden. Nee. Oh nee, dit ga je niet menen. Oeh, ze missen hem. Daar hebben we even geluk. Oh nee. Oeh, de paal weer. En dat is toch vet, het spel van hun. En dat is een... vrije trap. Ja, dat is een stuk gedaan. Een hoekschop voor hun. Nee. Oh, ik heb hem. Oké, afwerken. Oh, dat is een strafschop zeker. Wat? Mist hem. Nu afwerken. Eindelijk. Hopelijk geen buitenspel. Ja, het is de goal is gegeven. 1-0 voor ons. Hier nog even herhaling. Mooi vrijgespeeld. Moet ik even wat wissels doen. Ik ga Capon nog opzetten. Ik zet hem ook even op. Ik moet oppassen, want we hebben maar één goal verschil. Nee. Oh, wat slecht gedaan dit. Wil ik niet eens terugzien. Oké, Sakala is topschutter, dus hij kan niet afmaken. Zal hij het doen? Hij doet het! We staan weer voor. Oeh, ben ik even bij met dit doelpunt. We hebben gewonnen. Hoeveel ze zullen we nu staan? We zullen zo meteen zien. We staan derdes. Mooi. Komt een reactie en die komt nu in beeld. De ketelaar moet halen bij Club Brugge. Dus ja, hem wil ik wel in het team hebben. Hopelijk heb ik daar ook het transferbudget van. Volgende wedstrijd is tegen hun. Ik denk tegen Zaltvoort, als ik het goed heb. Hun staan. Hoe hun staan best laag, dus dit moeten we wel winnen. Ik ga het ook simuleren. Ik zal een save doen. Ah, we spelen gelijk. En alweer missen we een strafschop. Ah, die strafschoppen moeten we wel beter doen. Ah, deze. Ik ga hem. Oké, de ketelaar wil blijkbaar nog niet weg. Ik ga even ook simuleren dit. Ah, we winnen. Aanbieding bondcoach Finland ga ik afwijzen. Voor de laatste wedstrijd van deze video is tegen Nieuwpoort. Dit zal ook de laatste wedstrijd zijn van deze video. Dus die wil ik graag nog winnen. En af
afwerken. Mooi gedaan, eerste goal al. Het is weer de nummer 10. Zijn zevende al. Nope. Weg hier, de bal. Nu afwerken. 2-0. Oké, snel afwerken. Scoren. Oeh, nog mooi afgewerkt. Ik dacht, ja, ik ga onderschat worden. Maar blijkbaar niet. Deze wedstrijd lukt wel heel erg goed. Zo, Sakala weer langs. En deze keer passen. En Thijs heeft zijn tweede vanavond gescoord, nu net. Kan hij nog eens voorzetten? Naast ver. Oh nee, dat was slecht gedaan van mij. En ja, zo kunnen we de 0 niet houden. Dat was slecht gedaan. Nog een laatste aanval doen. En dat was het dan. 4-1 winst. Ben ik wel tevreden mee. Die laatste tegendoelpunt was wel heel erg stom. Maar ik kan niet altijd geluk hebben. We staan nog steeds derdes. En Sakala is ook topschutter. Maar ja, we zullen zien of we er in de volgende aflevering de eerste plek weten te behalen of niet. Bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik weer terug bij de volgende video van de KVO Stunde Carrière Mode. Doei!